Hoi hoi en welkom bij een andere aflevering van Biologie, waar je biedig je leert met mij, Rita. In deze aflevering gaan we praten over intermediaire fenotypen en co allelen. We hebben het al gehad over dominante en recessieve allelen. Als je een dominant en een recessief allel hebt voor een eigenschap, zie je in het fenotype de dominante eigenschap uitkomen. De recessieve eigenschap zie je niet. Maar dat is niet wat er met elke eigenschap gebeurt. Bij sommige eigenschappen heb je het over onvolledige dominantie. In deze vorm komen allebei de allelen voor in het fenotype, maar wel in een tussenvorm. In een soort mengvorm. De dominantie is onvolledig omdat beide allelen even sterk zijn. Eentje is niet dominant over die andere. Hierdoor krijg je een fenotype dat tussen beide allelen komt. Een voorbeeld van intermediair fenotype is bij leeuwensbekjes te zien. Dat zijn bloemen die in veel kleuren voorkomen, inclusief rood en wit. We hebben in eerdere afleveringen gezien dat dominante allelen met een hoofdletter worden geschreven en dat recessieve allelen met een kleine letter worden geschreven, bij onvolledig dominantie worden de allelen op een andere manier geschreven. Je schrijft dit met een hoofdletter, zoals een a, en dan bovenin, net zoals een kwadraat, bij wiskunde waar je een kleine 2 bovenaan zet, doe je nu een klein letter. In dit geval. Heb je wit en rood, dus de kleine letters zijn r en w. Kun je dan bedenken hoe het genotype voor rood en wit is? Zet de video op pauze om erover na te denken. Ik ga gelijk door met de uitleg. Bij rood schrijf je het zo. Je ziet dat er twee allelen voor kleur rood zijn. En bij wit schrijf je het zo. Je ziet dat er twee allelen voor de kleur wit zijn. Maar er zijn ook roze bloemen. Roze bloemen hebben dus één rood allel en één wit allel. Als je rood met wit mengt, krijg je roze. En in onvolledige dominantie krijg je dat ook. Dus stel dat een rode bloem gekruist wordt met een witte bloem. Wat is de kans op rood, op wit en op roze nakomelingen? Zetten we weer op pauze om erover na te denken. Ik ga gelijk door met het antwoord. Je maakt een kruisingsschema om op je antwoord te komen. Een rode bloem geeft de allel rood. Of dalelrood rood door, terwijl een witte bloem dallel wit of allel wit doorgeeft. Hierdoor krijgen de combinatie rood-wit. Twee homozygoot ouders met verschillende allelen geven altijd 100% op heterozygote nakomelingen, dus de kans op rood is 0, de kans op wit is 0 en de kans op roze is 100%. Behalve het intermediair fenotype heb je ook co-dominante allelen. Condominantie betekent dat beide dominante allelen tot uiting komen in het fenotype. Het verschil met onvolledige dominantie is dat hier geen sprake is van een mengvorm. Beide allelen komen voor in hun eigen vorm. In de termen van bloemen zou dit zijn dat een bloem rood delen en witte delen zou hebben in plaats van volledig roze zijn. Een ander voorbeeld is dat we een bloedgroepen. Er zijn vier bloedgroepen. A, B. AB of O. De allelen die voor de eigenschap bloedgroep zorgen zijn de volgende. Je hebt twee dominante allelen, A en B. En één recessief allel, O. Bij bloedgroep schrijven we de dominante allelen met een hoofdletter I en dan met A of B bovenaan. De recessieve allel schrijf je met een klein letter I. Je ziet ook in de tabel hoe het fenotype van elke allel eruit ziet. Je ziet nu hoe de verschillende bloedgroepen eruit zien. Kun je bedenken wat het genotype van elke bloedgroep is? Zet de video op pauze om erover na te denken. Ik ga gelijk door met de uitleg. De eerste is bloedgroep A. Hierbij heb je twee opties. Je kan twee dominante allelen hebben, dus A en A, of je kan een dominant en een recessief allel hebben, dus A en O. Bij bloedgroep B heb je hetzelfde. Je kan twee B's hebben of. Je kan een B en een O hebben. Bij bloedgroep AB is er maar één optie. Dat is een A en een B. Als je dat niet hebt, komen ze niet allebei tot uiting. En bij de laatste, bij bloedgroep O, heb je ook maar één optie. En dat is twee recessieve allelen. Dus je ziet dat er zes mogelijk genotypen zijn en vier mogelijk fenotypen. Nou, nu weet je wat onvolledig dominantie en codominantie is. Dus we kunnen gaan afsluiten. Hopelijk heb je wat kunnen leren. Als iets nog niet duidelijk is, luister een stukje nog eens terug. Doei en tot snel.